Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Net als de afgelopen dagen wordt het ook vandaag weer ronduit wisselvallig. Satellietfoto laat veel bewolking zien, alleen boven het zuidoosten is de bewolking wat dunner. Daar valt het de eerste ochtenduren nog mee, maar daarna gaan er ook daar buien vallen. Overal dus buien, weinig ruimte voor de zon, aan het einde van de ochtend breekt ze af en toe door. Vanmiddag ook hier en daar wat zonneschijn, maar toch vooral veel wisselvallig weer. Temperaturen 12 à 13 graden, heel misschien in Zeeland 14 graden vergelijking met gisteren staat er wel minder wind, windkracht 3 tot 5, uit het zuidwesten tot westen. Vanavond breiden de opklaringen zich verder over het land uit, dan breekt de zon nog wat vaker door en de buigheid neemt vanuit het noorden af. Morgen nog een aantal buien in de zuidelijke helft van het land, daar ook de meeste wolken. In het noorden blijft het droog en schijnt de zon het vaarst. Het wordt zo'n 14 à 15 graden, en de wind draait naar het noorden. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat het duidelijk beter weer wordt. Woensdag heel misschien nog een lokale bui. Donderdag en vrijdag zijn de flinke zonnige perioden. En de temperatuur gaat ook weer omhoog. Vrijdag wordt het 15 tot 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl